Waar gaan we naartoe vandaag? Antwerpen. Waarom doe je dat? Ben je bang of zo? Het is... Girl. Annel ziet er niet zo geweldig uit. Ik ben vandaag de zaren verstopt haar. Maar welkom bij deze vlog. We gaan naar Antwerpen. Girl, just show your face. Nee. No one cares. Ik wel. Nee. Ja. Ik ga me zo blijven zitten. Oh my god. Sinds wanneer ga je onzeker doen? Nee. Welkom in Antwerpen. Oh, let's go. Zo, die duimpje gewoon. Alleen die duim. Ik heb het ook een wafel gekregen van mij. Barbie. Coole trap. Geen zitplaats op de trein. Is het daar? We zitten op de grond, maar het is beter dan naast mensen zitten. Ja, ik ben naar Het gaat toch in beeld komen hoor. Celine komt al in beeld, ja, voor normaal. Goed. Lekker. Oké, hallo iedereen. Ik ben nu op station. Onderweg naar mijn kots. Ach, echt, what the fuck. Die tram 1 had een half uur traging. Dus ik ben gewoon gestapt naar Sonderstraat om daar het om 2 te pakken, because dat was beter. Ook niet stoppen naar mijn kot, ik ben ook niet gek geworden. Op dat kon nog gedaan aanzien dat de tram heel tijd erger en erger werd en het werd meer en meer vertraging. Ik was zo, oh my god, wat kan ik doen dan? Maar ik weet het vandaag echt super leuk. Antwerpen was super leuk, zoals jullie hebben gezien. Ik ben dan ook nog iets gaan eten met Celine en nog was het nog alleen dat te zien. Dus het was ook echt super gezellig om zo wat bij te praten en zo. Dus ja, chill, dit dagje. Ik ga naar mijn kot en slapen of ja, gewoon een serietje kijken op mijn makje. Hi, ik ben terug op kot. Ik ben nu even een beetje iets aan het kijken. Ik ben op dit moment Steffi aan het kijken. Ik ben gewoon mijn makje YouTube aan het kijken. En dan ga ik gaan slapen. So, good night. Tot morgen. Hallo iedereen. We zijn vandaag woensdag. Ik had vandaag online les waar ik nu naartoe ben geweest. naartoe ben geweest, dat let ik hier gewoon, maar het zat er gewoon niet in voor vandaag. Ik ben daarna gaan werken. Ik ben net terug, of ja, ik ben al een tijdje terug. Vaas heeft voor mij pasta aanmaken, want ik had zoveel honger, dus ik had haar gebeld. Ik deed al bijna op. Echt lekker, ik had zoveel honger. Ik ben echt zo moe, maar ik kon mijn haar eruit halen, want mijn flesjes irriteert mij kapot hard. Dus ja, dat ga ik dus doen nu. Dus ja, ik ben nu gewoon aan het eten en ik ben de verhulsjes aan het kijken. Hey, dat opeens, kom aan de verhulsjes kijken, dat is echt funny. Dus ja, dat ben ik nu aan het doen. En het is wel vibe, dus let ik nog maar aflevering 1 van seizoen 1. En er zit al in seizoen 5 of zo, ik weet het niet precies. Ik kom achter, maar boeien. Ik heb besloten om mijn haar eruit te halen. Of ja, ik had het eigenlijk al uit, maar nee, ik zei het nog een keer opnieuw. Ja, daar ben ik nu mee bezig. Het gaat sowieso kei lang duren, maar ja, hoort erbij. Hey. Hi iedereen. Ik heb vandaag gewerkt. Ik ben letterlijk net terug van werk. 4 uur vandaag werk. Ik ben dood. Maar bon. Gisteren of eergisteren was mijn mama deze komen brengen. Schoenen. Of ja, eigenlijk hakken. Want dat andere. Ik had er al besteld, maar die waren niet goed. Dus ik heb geretourneerd en opnieuw gekocht. Want hetgeen was dat... Ja, ik draag eigenlijk geen hakken. Of ja, ik heb al hakken en zo, maar ik draag er niet zoveel. Maar dit is eigenlijk gewoon voor heels. Voor tante. Dus ik wou echt graag goede ja, danshakken, of ja, whatever you want to call it. Maakt niet uit, mijn Engels is niet zo goed, maar boeien. Wow. Oei. Want die andere waren een beetje te klein. Dus ik heb er gewoon nu gekocht. Dit is de doos.
And now de schoentjes gewoon basic heels met een goede hak. Dus ik hoop dat ik hier goed ga kunnen dansen. Dat would be fun als ik er goed kan dansen. Maar ik ga het hier testen. Hè. Ik wil mijn neus opsnijden. Zag je dat zo? Denk het. Het was een lange dag vandaag voor mij. Ik ben er geraakt, want ik heb gisteren mijn haar eruit gedaan, zoals jullie hebben gezien. Dat jullie ook nu zien. En ja, dat heeft echt geduurd tot 3 uur 's nachts. Dus ja. Yes. Hier ga ik mee kunnen dansen. En jullie kunnen het nu niet zien, want ik ga het even in de spiegel tonen. Zou je het misschien kunnen zien? Don't let op mijn kamer, because it's a lot of ruimte. Er zijn de hakjes. Ik ga ze hier allebei aantrekken, want daar kan ik niet meer lopen. Dat wordt echt funny. Ik ga wel dansen met hakken, ik kan niet dansen met hakken. Bon, kijk eens mijn haar bij jullie luisteren. Ik moet nog wat gooien. Oké, that's it. Ik ga nu iets eten. Ik ga gewoon denk eten wat er gisteren was. Of rijst, want wat zei ook dat er rijst was dat mijn papa had meegegeven. Dus ja, dat is het een beetje. Ja, dus dan nog iets. Ik heb dus... Ik was dus nog niet altijd... Ik was naar Brussel met Annel, zoals jullie hadden zien. Maar ik weet niet dat ik heb getoond wat ik heb gekocht. Dus ik ga het nu gewoon tonen. Het eerste wat ik heb gekocht is deze. Wat ik eigenlijk niet past. En ik vind het een beetje te strak. Maar... ja, die winkel hebben we niet gehad. Dus nu moet ik terugkeren. Nee, we zijn naar Brussel geweest, naar Antwerpen geweest. Dat bedoel ik, we zijn naar Antwerpen geweest. Dat was het. Maar we hebben dat niet gehad. Dus ga ik nu terugkeren naar Antwerpen, naar Brussel of zo. Maar dit is het. Het is echt super leuk. Maar het zit te strak. Vind ik. Het voelt niet zo aangenaam aan. Dus ik ga het gewoon wel terugbrengen of zo. Het volgende wat ik heb gekocht. Zo'n simpele, maar ja, echt een coole oversized t-shirt. Ik ga die zo gebruiken voor dansen en misschien ook gewoon zo dragen. Allee, maar deze weer misschien niet, because it's very cold outside. En dan, of course, omdat het cold is buiten, heb ik ook nog deze kort. Kijk hoe mooi. Ah, I love it. Ik vind dit echt waar. Het is zo basic, maar ik vind het gewoon zo nice omdat ik dat gewoon nodig heb. Want ik heb soms te veel speciale dingen dat ik zo denk van... Ik kan het zo niet combineren. Ik heb dan zo een speciale broek, maar dan ga ik niet een speciaal topje of trui over doen, want dan klopt het niet meer. Dus ik moet ook basics hebben. Dus ja, dit is een basic dat ik gekocht heb. En ben ook nu wel meer voor de basics dan voor zo'n speciale dingen. Zoals af en toe keer iets signature, maar niet te overdreven. Zeker in zo de winter of in de herfst. Whoever you want to... Waarom zeg ik whoever you want to call it? Dus dan is het zo van... Who? Wie? Whatever. Dat was het. My god, whatever you want to call it. Ik heb even mijn eigen Engels vergeten. Maar bon. Dat is nou wat ik wou zeggen. Dus ja, nu ga ik eten. Ik wil toch even meedelen. Dat ik een beetje heb gepoetst. Want ja, jullie hebben geen before gezien. Maar just saying before was not that good. Dus dit is de after. Echt standaard en basic en niet eens perfect. Maar ik moet nog eens trots verschillen. Ja, ik moet nog vegen en zo. Want like, we hebben geen deftige veerbrussel. Bon. En ik heb de badkamer ook een beetje iets deftiger gemaakt. Dus het was echt nodig. Dus ja, dat heb ik ook gedaan. Heb ik dat net gedaan. Ik wou toch zeggen, want ik ben trots op mezelf. Ja, bon, dat was het eigenlijk een beetje. En mijn kamer half, maar mijn kamer is echt nog niet gedaan. Ik moet echt nog een beetje extra doen. Maar het moeten gewoon dingen naar huis, denk ik. Want like, het staat hier veel te veel. En ja, kijk, check maar. Mocht ik even doen. Like, snap je, een beetje rommel vind ik eigenlijk persoonlijk niet zo erg, maar dat is mijn mening. Like, snap je, I don't care. Maar soms is het een beetje, ik weet niet. Maakt niet uit, ik zie wel. Hallo. Je filmen. Oh, ik ben weer begonnen met vloggen. Dus ik dacht, kan je binnenkomst filmen? Moet je like binnen? Ik voelde dat gewoon aan. Nee, nee. Dankjewel. Zijn mama zo weg? Ja. Ja. Pizzatje. Yes. Let's go. Ik vind dat ik vandaag in bed mag eten. Ik hoop dat ik geen grimmels maak, want het is dus disgusting om in te slapen. Maar snap je, ik ben een schone eter. Hallo allemaal, we zijn vandaag vrijdag.
En ik ben met mama op stap. Mama is me net te komen halen in Gent. Ja, of course, because we zijn in Gent. Maar bon, we gaan naar de IKEA, want ik heb een kast nodig. Dat is zo droog. Naar de IKEA gaan voor een kast. Dat is de meest basic ding dat ik kan doen. Maar inderdaad, we gaan naar de IKEA voor een kast te halen. Het is echt kut weer, because we zijn in België. Kijk hoe mooi weer het is. Prachtig, die wolken, alles. Ja. Ik vaai weer echt mee. Maar kijk, we gaan nu naar de IKEA. Let's go. Je moet een beetje beeldmateriaal maken, hè, mama. Kijk, hier wifi. Zoals ik al zei. Dus als je wifi nodig hebt, hier. Oké, guys, we zijn in de IKEA. En ja, we gaan nu kijken naar spulletjes. Hè. Maar eigenlijk, ja, we hebben niks anders nodig. Maar het is wel leuk om gewoon rond te lopen, toch? Ja, dat is. Ik vind dat zo'n vibe. De vibe van IKEA. Yes, yes. We zijn nu aangekomen bij het beste deel van de IKEA. Ja, toch. Mama, deze bed is het beste, denk ik. Ik heb dat gevoel. Ik voel dat. Ik ga erin gaan zitten. Oh my god. Ja, voel de vibe. Het is echt een goede bed. Weet je, ik wil echt eigenlijk wel raar een keer een box springen hebben. Weet je wat dat is? Dat ga ik uitleggen. Hè. Voor de mensen die dat niet weten, kun je het eigenlijk niet uitleggen, maar zoek het op. Nu gaan we lekker pauzeren in IKEA. Ja, we zijn nu hier, weet je wel, de, hoe noem je dat? Hoe noemt dat hier? Restaurant of zo zeker? Nice, nice. En ik heb een deemtaart en een tiramisu, want ik kon niet kiezen. Dus ik heb allebei genomen. Of ja, mama heeft tekort, dus ik heb het genomen inderdaad. Want ja, mama heeft betaald. Dank je wel, mama. En mama gaat meteen haar ijsje gaan halen, want ze heeft een ijsje. En ze heeft ook course cola, want ze is mama. Ik ga deze vier kopen. Happy me! Oké, hallo guys. Ik ben back op kot. Dus zoals jullie daarnet hadden gezien, ben ik naar de IKEA en zo geweest. Want ja, mijn kot was echt een beetje goud en ik had een nieuwe kast nodig. Maar dit is dus de kast die ik heb gekocht. Deze. Gewoon simpel. Oh, hallo Mimino. En oké, ik ga nu even mijn kamer doen. By the way, mijn kast. Mijn kast moet ik nog een beetje sorteren. Want er wil ik niet eens meer dragen. Dus ja. Maar bon, ik ga even mijn kamer tonen. Hè, want daarvoor komen we. Oké. Dus hier heb je de dingen. Dat zijn kleren die nog mijn kast moeten. Mijn bedje, mijn kastje. Woe. Als jullie wisten hoe ze daarvoor eruit zag, zouden jullie echt denken, wauw, wat een verbetering. Maar het is een prachtige verbetering. Bon, wat heb ik dus ook nog gekocht, was die knuffel. Super cute. En wat ik nog heb gekocht, is deze coole spiegel. Dat is zo'n, hoe noem je dat? Een verkeersspiegel. Maar ik moet dat nog ophangen. Maar nu, oei, dat staat niet scherp. Ja, maar niet eens. Ik zie er een beetje brak uit nu, blijkbaar. Waarom dat dan niet scherp staan is? Oké, nu is het scherp gesteld en wat ik dus wil zeggen is dat deze spiegel ik ook heb gehad. En dat is een... Ja, een verkeersspiegel, maar ik moet hem nog ophangen. Dus, nice! Maar eigenlijk is het einde van deze vlog. Dus ik zou zeggen... Like en subscribe. Hopelijk hebben jullie genoten van deze video. En ja. See you next time.